Zijn we in de broodzaak of wat? Wat? Zijn we in de broodzaak? Ja. Oké, we hebben weer een hele hoop. Dat is lekker. Dat is leuk. Ah, dit ruikt weer zo lekker, jongens. Nee, dat gaat niet. Hij viel eruit. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 27 april 2022. Het is nou 3:15 in de middag. Hè, schat? Ja, en het is ook een Koningsdag. Hoe toevallig. Ja, hoe toevallig, ja. Dus, maar ja, wij gaan nu richting de VB. Naar de DVB en naar de dierenvoedselbank zo, goedemorgen. Dus dat. Dus, maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Maar je moet de meeste rechte baan pakken dus. Ja. En dan moet je dan eigenlijk weer terug? Eigenlijk. Doe. Oh. Nee, oké. Ja. Kijk, ja, helemaal hier. Ja, nou, doe dan even voor mij hoe het moet. En dan moet je hier dus eigenlijk de weer terug. Korte bocht. En dan moet je weer terug. Dan moet ik hier weer voor sorteren. Oké. Zo hoe is het eigenlijk moet. En weer richting aangeven. Ja, maar dat is dus omdat omdat jij het allemaal zo doet, wou ik het even weten hoe het moet, zeg maar. Jo, we zijn dus weer in de action. En wat heb jij nou weer te pakken? Sokkie. Wat? Sokkie. Oh, sokkies. Ja, dat is mooi. Sokkies. Yes. Ja, mag ik erbij? Jou is goed hoor. U mag erbij. Top. Helemaal goud. Hè, schat? Helemaal prima. Ja. En er even door douwen. Ja, is ook helemaal goed. Ja. Eens even kijken wat ze hier allemaal hebben. Bij de dames. Even kijken. De dames hebben we hier, hè? Ja, dat is waar ook. De dames hebben we hier, ja. Dus allemaal kleine sokjes. Helemaal klein. Oh, wat is dit een leuke jurk. Ah, oh, zo schattig. Is ook een soort van jurk of zo? Geen idee. Net zo. Geen idee wat dat voor ding is. Huh. Genoeg spullen, zeg maar. Ja. Wat zijn we aan het doen? Geen idee. En weet jij het? Nee. Mooie schoenen passen. Zijn we in de broodzaak of wat? Wat? Zijn we in de broodzaak? Ja. Bakkerij? Ja, is goed. We gaan even vers gebakken schoentjes aan. Ja, is goed. We zijn in de schoenen. Zo. Kom er niet uit. In de broodzaak, helemaal goud. Helemaal goed. Maar het staat je wel, moet ik zeggen, die ene. Deze hoge broer. Ja, die sok staat je ook wel, maar het is toch wat anders. Hahaha, grappen maken. Als je thuis bent, moet je ze wel uittrekken, hè? Dan slijten ze het hard. Die kun je krijgen, meneer. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit is voor thuis namelijk, deze schoenen hier. Ja, helemaal goud met jou. En die moet dan nog sowieso wat strak aantrekken. Ja, het moet zo strak aangetrokken worden als mogelijk, maar niet strakker. Nee, dat weet ik bijna. Kijk, want ik merk het verschil en dat ik deze strakker heb en dan die. Ik merk het. Ja, dat doe je helemaal zelf. Ja, dat weet ik. Je meent het? Ja, dat meen ik, ja. Alleen, deze veter is langer dan die. Oké, is die langer? Maar deze is langer. Nee, maar hier, kijk, ik zie dat. Ja, dat zie je. Deze veter is langer als die. Je moet een stukje afknippen. Nee, ze mogen me andere veters erbij geven. Geven nog wel, doen we maar. Dan kun je ook strakker maken. Nee, maar wat bedoel, schat? Dan hebben heel veel mensen deze schoen al aangehad. Ja. En net zoals ik trek het ook gewoon goed vast aan. Dus dan gaat die veters ook slapper worden, zeg maar. Ja, oké. Nou, dan een paar veters erbij bestellen. Die kortere veters hebben. Lekker. En? Ja, het zit goed. En ook al een beetje overheen. Ja, maar dat zie je niet meer. Nee, joh, de. Zo.
Ik loop op wolken of zo volgens mij. Op wolken? Ja. Wolkjes, nee, op de vloer. Zo'n gevoel, heerlijk. Een draaise pirouetje. Doe eens even de moonwalk neer. Moonwalk? Ja, nou die ken ik niet hoor meneer. Koekenpeer. Gek, zot. Hé. Mooi. Deze wordt er, maar dan moet ik wel even ook en ook even andere veters erbij hebben. Oké, helemaal goed. Ja, deze wordt hem. Ja, helemaal goed. Oké, we hebben weer een hele hoop. Dat is lekker. Dat is leuk. En dat vindt Ella leuk. Leuk. Als ik zeg leuk. Een eurotje. Jumbo, hè? Ik hoef ze niet hoor, want ik mag ze niet hebben. Net zoals die tompoesen. Een eurotje. Ja. Nou ja, dan weten jullie het wel weer. We zijn weer bij de bak. Bijna elke dag bij de bak. En sleuk. Bij de bak zijn, hè? En wat voor vleeswaren is er allemaal? Houtslangen, muisjes. Een fles, 10 euro. Aan de overkant. Voor hel. Bijna 10 euro. Deze, nee, niet. Een liter. 4,50 euro. En dat is bijna 10. Ja, die is wel wat groter, maar 1 liter. Dat was vroeger was het maar 85 cent. Mijn genade, dankjewel Poetin. Jeetje, Mina. 4,50 euro en voor een liter, schat. 4,50 euro. Ja, ik moet kaas hebben. Een hele goeie. Ik moet kaas hebben. Ik moet kaas. Is ook al duur, hè? 11,30. Schat. Mop. Hallo. 11,30. En mijn kaas. 11,30. Die blauwe. Ik weet niet of het nog wel deze is. 11,30. Maar... Het is gewoon even 11,30. Ja, maar bij de Aldi hebben ze deze niet. Breng deze aan de Aldi, heb ik wel. Wat? Breng je deze aan de Aldi, heb ik wel. Ja, en dan wel ja. En bij de Aldi, als je hem deze brengt. Ja, maar kijk, deze kan je dus niet, deze kan je dus niet indrukken. En daar zit ik mee. Als ik hele zachte kaas koop en dan word ik beroerd. En dan word ik ziek. Met en van deze dus niet. Daarmee moet ik opletten. Nou ja, dat zeg ik. Hier, 11. Nee, dat is deze. Dat is deze, denk ik. Dit is in dus belegen. Nee, even kijken. Nee, die hoort ergens anders. Geen idee waar. Boven, ja, hier. Ja, nou, ik vind het prima. Dag. Ja, is 11,30 euro deze. Deze is 11 euro. Zo dan. Dat doet ze even zeer aan mijn portemonnee. Maar deze niet, maar die wel. Gewoon even 11,30 euro voor een kaas. Moet niet gekker worden, niet? En daar staat nog 3 euro. Nou, ik vind ze wel lekker. Maar dan ben ik wel gelijk ziek. Nee, vanavond moet je toch uitslapen. Dat merk ik niet van. Ja, daar merk ik heel veel van. Als ik deze ga nemen vanavond en dan hang ik de hele nacht boven de pot, zeg maar. Wilt u dat? Op uw geweten te hebben? Als beveiliger? Nee, hè? Nee, dat dacht ik al. Dat is mooi. Overal een euro nu. Ja, het is nou Koningsdag, hè? Koningdag. Konings. Ja, lekker toch? Patrijzen broodjes. Ja, oké. Vertel, welke haal jij altijd, schat? Welke? Rundvlees, zo zei ze, 85 cent. Nee, het is 95 cent. Nee, dat zijn deze. De romboterfrijzen broodjes. Ja, en dit? Aankomen, die zijn nog duurder. Dus welke heb jij dus altijd? Nee, maar die zijn er nu niet. Moet je vragen? Hang het terug aan. Mag ik wat vragen? Hebben jullie nog de rundvlees en sausenbroodjes?
Nee. Nou, en dan krijg je een vervangend product, schat. Nee, dat geldt niet voor de persafdeling. Jammer! Dat is jammer. Ik ga jou even achtervolgen. Mag dat? Of ga jou gewoon even achtervolgen? Vind ik leuk. Ja, en hier is het €2,60. Ja, ja. En hier stijgen wel de prijzen. Wauw. Allemaal afzetterij. Bijna. Hé, schat? Bijna. Oh, wat ga je nou weer nemen? Oh, broodjes. Waren die lekker? Hè? Huh? Per stuk. Oké, dat is al... Jij mag ze niet, hè? Dat is wel jammer. Want? 1, 2, 3, 4. Wat? Wat? Even, waarom zou ik ze niet mogen? Hallo? Hallo? Dat is pijnlijk dat je portemonnee staat. Nee, die kaas. Ja, maar dan heb je geen geld meer voor die andere dingen. Dat, en dat zeg jij, maar dat zeg ik niet. Hè? Huh? Wat? Ik hoor je niet. Schat. Ik ben aan het filmen, dus als je wat dan wat harder wil praten, dan graag. Ik hoor je nu niet. Ja? Nee. Nee? Ik snap je niet. Nee, je moet het niet. Eentje laten liggen dus. Oké, dan gaan we eentje halen. Ja. Waar heb jij het in vredesnaam over? Ik vraag aan jou, moet ik het nog laten liggen daar? Je zegt nee. Nou, dan ga ik nee, maar schat, kun je dan even wat duidelijker praten? Ja, dat is voor mij wat pijner. Ja, lullo. Ja, nee, even serieus, schat, even. Praten. Wat zei je nou? Moet ik even eentje laten liggen of twee? Hoe bedoel je daar? Uit. Daar. Laten liggen. Ook en ook al moet neem je die in die hele bak mee. Geen één of geen twee pakken. Wie, ik of jij? Nee, jij. Ik snap je even nu moet niet. Moet ik nou geen één pakken of geen twee? Ik zou zeggen, neem die hele bak mee. En wat maakt mij dat uit? Ja, kom. Gaan we halen. Dan laat ik er geen, pak ik er geen één, maar twee. En dan heb je er vier, hè? Weer, hè? Nee, vertel. Ja, ik moet er geen één laten liggen. Ja? Geen één pakken. Ja? Twee pakken dus. En dan pak ik er ook twee. Nee, twee. Lekker. Ja, een eurotje. Kijk, een eurotje vandaag. Is een eurotje. Ik moet zeggen dat ze best lekker zijn. Is het zo? Nou, zal ik er dan ook eentje... Dat is ook deze, hè? Hotdogs. Ja, maar hoor, wat toch? Ja, ik weet niet. Het is wel een eurotje, hè? Ja, dit is dat twee. Broodje frikandel. Twee keer. Nou nee. Frikandel hoeft mot ik niet. En die broodje is al ingeteukt. Deze ook. Nee, deze helemaal. Ja, sorry, maar daar kan ik heel slecht tegen. Deze is niet ingedrukt. Nee. Ander. Nee, die niet, nee. Neem deze. Ja. Haal jij eventjes groentjes voor de dames en heren? Ik wil even kijken wat er is. Mooi, goed zo. Top, thank you. Ga ik eens even hier weer langs. Ach, zo meteen even witlof even uitzoeken, dat is mooi. Hey. Zo, de boodschappen die zijn weer lekker binnen. Heerlijk, ideaal. En ik ga lekker weer... Even een lekker kibbeling halen. Ja, kibbeling. Ik denk een lekker plek en een kibbeling. Lekker. Denk ik. Weet ik nog niet. Ik heb er geen zin in. Ja, waarom niet? Mijn maagje eventjes. Ik moet gewoon weer een beetje aankomen. En omdat ik gewoon nog heel snel moe ben, is gewoon vis wel goed, zeg maar. Ja. En ik ga vanavond weer even lekker een pokeball maken. Denk ik. Ja. Waarom niet? Moet gewoon kunnen, joh. Hè? Ja, waarom niet, joh? Ja, helemaal top. Helemaal goed. Dus dat. Ja. Dus ik ga weer even lekker naar Henk Kraan toe. Waar anders?
gaat best wel lekker, jongens. Nee, dat gaat niet. Hij viel eruit. En nou is hij nog vallen. Nou, en nou is hij nog warm. Ik heb hier dus, wat jullie wel weer zien. Lekker. Kibbeling ook. Maar dit is een lekker bek en dit is kibbeling. Ja. Yummy. Dit is gewoon zo lekker. Ja, ja. Ah, dat is wel lekker, jongens. Ha. Voor vis en dan kan je mij mee wakker maken. Echt wel heerlijk. Ja, nee, en we zijn dus bezig om een hele ding in te vullen en voor het ziekenhuis. Dus, maar al die termen, wat er staat en bij omschrijving, nou, ik begrijp er geen ene pepernoot van. En dat rood nog een beetje begrijp, prima, maar ik begrijp het helemaal niet. Dus, ik word er helemaal gek van, zeg maar. En ik word er onrustig van in mijn hoofd. En Rodi kan aardig rustig blijven en hij helpt mij dan weer rustig. Maar als ik zeg van ga nou, dan schat ja, 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 ja. Maar dan wordt dat weer voor mij te veel. En dan hou gewoon je bek. En dat doet hij dan ook wel. Maar ja, we kunnen niet met, maar ook zeker niet zonder elkaar. Nee. Dan kom hier lekker eten. Oké. Ongezellig eten, maar eet smakelijk. Rodi vindt het lekker om daar te gaan zitten, zeg maar. Aan tafel. Maar ja, ik zit gewoon lekker aan mijn bureau. Helemaal goed. Aan mijn bureau, toch? Ja, precies dat. Ik ga lekker genieten. Nou, kom naar buiten. Kom, 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 kom. Ja, kom, kom, ja, ja, doe maar. Doe maar. Ja, 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 kom, kom, kom. Buiten, buiten. Ga je draaien, waarom? Ga je draaien? Hey. Marianne? Huh? Ja, ja, hoe zeg je dat? Marianne? Nee, Marianne. Marianne? Ja, weet ik veel hoe je dat zegt altijd. Die, en dat ene woordje wat je net boven zei. Ja, Marianne? Nee, dat ene woordje, dat Russische woordje, weet ik het. Ja, weet ik veel. Nee, even help. Briefje. Nee. Nee, hé. Hey. Ja, man. Ja, ik kom er niet uit. Help dan even. Hoe zeg je dat? Ja, maar nee, even lief. Dat en dat ene woordje wat je net boven zei.
Iets met jouw man, weet ik het? Wat? Nee, en geen mama. Nee, alsjeblieft, ik vraag gewoon even nou iets serieus. Ja, maar jij zegt net iets dat je wegging. Zei je net een woordje? Nee. Nee. Dat weet je wel. Ja, dan moet ik het weer gaan zeggen. Dat weet je wel. Dat woordje, en dat zeg je wel eens vaker. Nee, maar ja, ik kom er niet uit. Etterbak. Etter. Nee, je weet het donders goed. Alleen je wil het nou niet zeggen. Ja, weet ik niet of weet ik veel welk en welke taal dat is. Alsjeblieft. Nee, Ro, ik en ik spreek het alleen even anders uit. Ja, man, ja. Nee, het is geen mama wat ik zeg. Parvolet, wat en wat voor... Ja, is goed. Hij is moe, jongens. Hij is moe. Hij zegt wel eens vaker wat. En dan wil ik het weten en dan weet hij het gewoon in één keer niet meer. Maar dat is Ro. Ja. En dan gaat het moeie vogeltje. En chagrijnig vogeltje. Doei! Trusten. Laters. En dan gaat hij naar huis slapen. Ja, zoals je ziet, dan zit ik dus weer lekker in de slaapkamer. Lekker op bed. Maar ja, het was wel eens, denk ik, dacht ik een hele korte vlog. Maar dat maakt me zo weer een keer niet uit. Hoe korter, hoe leuker, zeggen ze wel eens. Nou, ik hoop dat het leuk was. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet zeker te abonneren. Doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een nieuwe vlog online, jongens. En doe het duimpje niet eventjes aan te tikken. Blauwe duimpje omhoog, zou ik maar zeggen. En dan zou ik zeggen, laat dan ook leuk gelijk even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dank je wel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!